Bij de bank van Landschot met het hoofdkantoor in Den Bosch verdwijnen de komende jaren honderden banen. Dat heeft het concern vandaag bekendgemaakt. In 3 jaar tijd moet het personeelsbestand met zo'n 10% tot 15% worden teruggebracht. Dan gaat het om zo'n 200 tot 300 jobs. Gedwongen ontslagen zijn niet uitgesloten. De bank reorganiseert vanwege de onzekere economische omstandigheden.